Rechts. Heb je dan rechts? Ja, ik doe links dan. Ah, kom. Dan gaan we de 10 punten. Nou is het altijd een punt dat, dat gaat over jaartallen. Ik ben daar heel slecht in en ik heb altijd het idee dat met de mensen die jij mee loopt, dat die dat eigenlijk ook niet goed onthouden. Dus ik doe dat eigenlijk gewoon met ronde bedragen. Nou zei ik toen ik met Kees heb ik dit even doorgenomen en toen zegt hij, ja, als je nou zo'n kamer hebt, dan moet je het eigenlijk beginnen ergens, nou, bij 1700. Daar begint en daarvoor moet je het eigenlijk niet hebben. Ik wil het eigenlijk wel even met die, door, die geschiedenis daarvoor ook met u even doornemen om de dood eenvoudig te reden, dat er toch wel een paar punten zijn die van belang zijn voor die surplus. En ja, dat willen de mensen misschien ook wel weten. Broekveld en Vetbroek, helemaal breed, daar staat, dat Frank Dix gewoon genoemd naar de heerlijkheden die er waren. En nog een leuk detail waar ik het verder niet over heb, 1964. Dat is zo'n klein weetje, want het gaat altijd om de weetjes die je moet hebben. Dat is van hoe is die Broekveld en Vetbroek nou eigenlijk aangekocht. Door Rijkswaterstaat. Maar Rijkswaterstaat heeft twee beelden wilde die bieden. Toen waren de projectontwikkelaars, die hadden daarvan gehoord en die boden toen meer. Toen hebben ze 3 gulden betaald, gulden betalen en toen gaven ze ook nog 20 cent, maar dan moest wel iedereen meedoen. En daar stapten de boeren mee. Op dit moment wonen ze langs een steupel, daar komt u denk ik ook nog wel in de buurt. En als u dan ziet in de huisjes die daar toen gebouwd voor de boeren zijn, dikke miljoen. Dus zij zijn misschien alsnog betaald. Maar dan door het huis waar ze nu wonen. Oké, ik ga even beginnen met 9000. Waarom laat ik u het plaatje zien? Want dit plaatje heeft u al gezien bij... Pim. Luc. Luc. Eikelstam. Pim. Luc Eikelstam, heeft u al gezien. Pim ook, ja. Maar ik laat u staan om een bepaalde reden. En dat is... Kijk, hier ergens moet ongeveer die Broekveld en Vetbroek liggen. Natuurlijk daar nog niet. En wat hier nou zo aangenaam, wat hier nou zo leuk is, u ziet hier van die bruine vlekjes. Daaraan zie je dat dat eigenlijk niet het veenweide, het, zeg maar het veengebied is, zoals zeg maar in de rest, maar dat dit een soort riviergebiedje is geweest. En als je dan kijkt naar deze helft, dan ziet u hier beneden, ziet u echt zoals dat veenmos er is, 4 meter hoog veenmos. U ziet daar eigenlijk, ja, zoals de plassen misschien er nu uitzitten als ze uitgebaggerd zijn. En dit gebied komt min of meer overeen met dit. Er is ook eens een keer gemeld dat ze daar, 1500 voor Christus, dat er allemaal bomen tussen lagen. Nou, die bomen, die dat zijn deze bomen. En dit gebied was hier bijzonder in, omdat dat rivier daar overheen is geweest. En dan ligt daar veen, klei, ligt allemaal een beetje door elkaar. Het is eigenlijk... Bekeusveen. Vandaar dat dit gebied veel later verveend is dan de rest. Daar gaat het mee om. En dat is met name voor die Broekvelden is dat, omdat die polder, nadat die droog gemaakt is, eigenlijk zo lekker was als een mandje. Het zout kwam naar boven. Ik ga naar het volgende punt. Hoe ziet dat er nou uit? Nou, ja. Morgen gemaakt. Rietland, misschien, veenmos, misschien. Maar het ziet er wel zo mooi uit als op deze plaatjes. En het was geen gebied waar de grutto, waar die grutto in leefde. Er waren geen weidevogels. En dit landschap, wat u hier ziet... Bovenin. Oh, dat ziet er nu zo uit. Even voor het verschil. Dit. Moeras. En dit. Mm-hmm. Dit is de ontginning. Dit is de mens die ertussen zit. En dit is dat slagenlandschap waar Nederland zo beroemd is. En dit is het land waar die grutto en die tureluur daar wel. En die kievit wel in zit. Nog. Dit plaatje overigens, het is genomen... eigenlijk aan de andere kant van de Rijn. Ten noorden. De noordzijde daar. Die aan de noordzijde. 2015. Ik heb het jaar 1000 erin gezet. Dit is 2015 hoor, want het is in 2050. Maar ja, zo is dat. Overigens. Daar woont het. Hoe wijd dat landschap toch is.
vlak en wijd het landschap is. Nou kijk ik naar zo'n oevertje en dan sluit ik aan bij Kees, die het hebt hoe zo'n oever eruit ziet. En dan zie je dus deze oever en zo was die. Dit is Donkse Laagte. Oké. En dit is de oever nu. En dat is Oukoop. En dit is dat Engelse raaigras. Dit is die monocultuur, waar straks ook geen gutto meer in leeft. En dit is het land van de gutto. En dat bestaat eigenlijk ook niet meer. Alhoewel, dat gaan we terugkijken. Juist. Ja. Even de vervening, daar ga ik het ook niet over hebben. Dat heb je allemaal gehad. Het enige wat ik hier wil zeggen voor wat betreft de plas is eigenlijk belangrijk. Dat waar de vervening voor de economie van de steden begint in 1500. Maar dat als we het over Reewijk hebben en als we het over Gouden hebben, dat dan de B-keusturf pas eigenlijk met 1700 begint. En dan gaan we terug naar de broek, de Zettenbroek. En dan is de droogmakerij. De droogmakerij, oorspronkelijk was dat vanwege de veiligheid. Al die leghakkertjes die verdwenen door de wind en de storm. En die werden maar de grote. Haarlemmermeer bedreigde dus langzamerhand Amsterdam. Uit veiligheid hebben ze droog gemalen. Later dachten ze, oh, dat is ook wel leuk. Daar hebben ze akkerbouw op gedaan. Als je hier in het Reewijkse komt, dan is die bodem zo slecht. Dan is de akkerbouw er ook niet. Nou ja, Benthuizen, daar geloof ik, daar zit nog wel akkerbouw. Maar goed, in het Reewijkse grasland. Het is allemaal als gevolg van een afspraak die is gemaakt is. Je mag wel vervenen, maar je moet het ook droog maken. Dit is de kerkweg richting de tempel. Nou, nog een hoogtepunt. Nou ja, dit moet je dan wel als dieptepunt hebben. We hebben het over de Elisabethvloed gehad. We hebben ook de Vetterbroekvloed gehad. 1925. En daar is een doorbraak gegaan en daar loopt u straks overheen, over die doorbraak, vandaar dat ik hem even laat zien. En daar loopt u overheen waar die doorbraak geweest is. Dat is op de lijst. Maar dat komt vanzelf aan de orde. Dan nog een Sean detail, ook een hoogtepunt. Een Gouda dieptepunt. En dat is de zandwinning. Het zand is verkocht aan Gouda en daar hebben ze Bloemendaal mee gebouwd. En hier zie je nog een stukje weiland, maar het zakte maar weg. Gouda aan de bedelstaf, de rest steenrijk. Zandwinning, overigens oorspronkelijk is dat voor de A12 geweest, Bloemendaal, en nog voor de N11 is het ook nog gebruikt. Is het nog een keer zand uitgehaald. Maar is de zandwinning uit de surfplas, praten we over? De dat is de surfplas. Ja, ook dat is de surfplas. De surfplas komt zand voor de A12, dat is 1964, 1970, Bloemendaal, 1970 zo'n beetje, iets voor, iets na. En de N11, dat is, weet ik dat, een jaar of 5, 6 geleden of zo, 10 jaar geleden. Dat is langer. Ja? Mm-hmm. 15 jaar? Ja, ik ben 10 jaar thuis, toen lag hij erom. Maar goed. De NL is voor een deel meegebouwd. Maar wat een leuk, wat het beetje is in dit verband, is dat dat zand natuurlijk aan Gouda is verkocht. Dat er zoveel zand en zoveel zand en zoveel zand opgekomen is, dat ze gewoon straatarm geworden zijn. Het gat van Bloemendaal ligt hier. De surfplas is als gat erg diep en het is het gat van Bloemendaal. Oké, dan komen we terug bij de plassen zelf. En dan zie je gewoon, dan heb ik twee plaatjes uit elkaar gezet. Dit is dan alle doorgangen watersport. En dan zie je gewoon dat die hele plassengebied allemaal watersport is. En dan zie je dat, hier zie je allemaal stippenlijntjes. En dan zie je dat het allemaal wandelgebieden is. Dat is bij Staatsbosbeheer het onderwerp benutten. Mm-hmm. Dus niet beschermen, niet beheer, maar dit is benutten. En beleven. En dit is beleven. Ja. Benutten en beleven. Even een klein beetje dan, hè. U kunt het niet zien, straks kun je het wel zien hoor. Maar hier staat de plas Gravenkoop.